Welkom bij mijn nieuwe roadtrip door Italië. Deze keer ga ik met de auto naar Livorno, met de boot naar Sicilië, dan naar Puglia en uiteindelijk naar La Marca. Geniet van de beelden en laat je inspireren. Nou, we zijn nu onderweg naar Italië uiteraard. Ik rijd nu in Duitsland, kilometer 100 voor de grens met Zwitserland. We gaan door de Gotthardtunnel, dan door naar Livorno, Livorno op de boot en dan naar Palermo. Ik wil zeggen, daar begint het, maar dat is eigenlijk niet het geval. Op het moment dat je lekker aan het rijden bent, dan begint het al. Een dakje open, net als in Nederland, prachtig weer. Ik denk dat hier ook richting de 30 graden vandaag gaat. Nou, ik ben net wakker geworden hier in ons appartement in Taormina. En vandaag is het 2 dagen minder weer, heerlijk weer. Dat kunnen we gelijk zien. Het werkt wel prachtig hier. Welkom bij de appartementen SID 0040. Weer bij Taormina, vlak in Isola Bella. Hier daar. Echt een super mooi luxe appartement. Aankomen, maar die had de vlucht gemist. Dus in plaats van dat hij naar Catania vliegt, vliegt hij nu naar Bari. En hij moet rond een uur of twee in Bari aankomen. Als het een beetje mee zit, zijn wij nu, op dit moment is het 9:30. Dan als het een beetje mee zit, dan ben ik rond 2:30 ben ik in Bari. Een beetje aan hoe met de boot gaat, dat is gewoon oprijden en de overkant. Wel heel erg jammer dat ik Sicilië achter moet laten. Maar Sicilië is echt te gek. Het is nu alweer 28 graden, eind september, 9:30 's morgens. Heerlijk, prachtig weer. Dus ja, jammer. Maar Puglia is ook helemaal te gek. Zoals jullie weten ben ik veel vaker in Puglia geweest dan Sicilië. Ik ga dan daarna in Monopoli gaan weer slapen. Echt een van mijn favoriete plekken. Een van onze mooie appartementen door een ster. In het historisch centrum. Moeilijk praten. En dan gaan we een hele leuke beelden laten zien. Een aantal mooie woningen bekijken. En uiteraard weer lekker eten. Ik heb de boot net gemist. Heel jammer. Twee dagen. Het enige wat jammer is vandaag dat we wat meer golven hebben. Maar kijk toch hoe mooi. Zo ook het barretje, passicciotto erbij. Ach jongens. Ik moet wel zeggen, het is dit jaar wel hard werken. Normaal ga ik alleen. Dan ga ik zelf het tempo bepalen. Maar nu zijn er mensen bij mij die me helpen met filmen, organiseren, plannen. En ik moet ineens veel harder werken. Maar ja, dit is voor een goed doel om te laten zien hoe fantastisch mooi het hier is. Nou, nog één keertje dan zo. Oh, mooi hè. Geweldig. Nou, we rijden net de Gargano in. Ja, dan krijg je dit soort geweldige plaatjes hier zo. Ik heb onze webgoeroe Thomas opgehaald. Daar achter loopt hij ergens. En die gaan we nu een paar dagen assisteren om te filmen. Mee te helpen, gezellig doen, lekker te eten. Ik heb er heel veel zin in, het is mooi weer. In de
Denemarken. En gisteren zaten we nog in 37 graden onderweg. En het is nu 14 graden. Wel mooi weer. En er ligt sneeuw op de bergen. Vannacht gevallen. Bizar. Het weer slaat helemaal om. Ik ben nu bij LMV 2580. Ontzettend leuk huis voor 6 personen. 3 slaapkamers, 2 badkamers. Een van de weinige huizen in de markt nu met een jacuzzi. Verwarmd ook. Soms zelfs zo warm dat je er niet in kunt in de zomer. Dat is wel jammer. En met een verwarmd zwembad. We hebben net even gevoeld het zwembad nu. Het is buiten. Helaas, het is wat kouder geworden. Graadje 16, 17 nu. En het zwembad zelf is ongeveer 31 graden. De cover eroverheen, echt ontzettend lekker. Waanzinnig mooie plek. Prachtig uitzicht. De zon is net even weg, want de zon is de hele tijd wel. Maar het is echt een super locatie. En dan kijken we eens naar het zwembad. Prachtig. Helemaal te gek. Ja, dat was het weer. Het zit er weer op. De trip is erbij. We zijn weer terug op kantoor. We zijn druk aan het werk met zowel de vakantiewoning als met de webshop. Ontzettend leuke trip gehad. Geweldig door Sicilië heen, Puglia, La Marca, helemaal top. Uiteraard gaan we nog kleine filmpjes maken nog voor elke specifieke plek waar we geweest zijn. Elke woning en de leveranciers die we bezocht hebben. Die komen natuurlijk staan op Facebook en op YouTube. Like ze, deel ze en vooral geniet ervan. En tot de volgende keer.